Oké, okay, en ja, ik mag een voice check doen. Dus iedereen doet net alsof je verveeld bent. Okay. Oh, wat stom. Kijk, piemels. Hallo, hier is Kingo met een nieuwe Kingo speelt Forts. Jongens, Forts is een nieuw spel. Gemaakt door Earthwarp Games. En dit spel is een 2D battle, ja, zeg maar, versus fighting building game. Waarbij je een basis moet maken, uitbreiden, wapens moet maken. En daarmee moet proberen je enemies uit te schakelen. Nou, dit spel is, hoe heet het, is best wel apart. Er zijn heel veel spellen die een soort van hetzelfde doen. Ik bedoel, het eerste wat bij mij opkomt is Worms. Dus je kan het een beetje vergelijken met Worms. Maar het is weer uniek, omdat je dus zeg maar een eigen basis hebt waar je moet bouwen. Dus een hele basis kan opbouwen met hout of met staal. Verschillende wapens die verschillende doen. Je kan upgraden, je moet zelf mikken en schieten. En het is allemaal heel vet. En ja, we zijn dus bij elkaar gekomen met een aantal mensen van de iMine groep. En Remco zit in de dingen, hallo Remco. Maar ja, hoe heet het, we hebben dus samen wat potjes gedaan. En dat is super vet, de potjes waren echt allemaal heel close. Maar ik filmde dus nadat we dat hebben gedaan. Want ik moet helaas zeggen dat een deel van mijn recording compleet weg is. En een ander deel, de rest dat ik nog wel heb, is mijn mic niet goed. En de reden daarvan is dat ik dus, ja, ik had een crash van mijn computer. Dus er gingen wel dingen mis en het duurde even voordat ik weer terug kon komen. En toen ik eenmaal terug was, was blijkbaar mijn mic niet meer 100% wat het moet wezen. Maar ja, ik ga het in ieder geval toch laten zien. Dus ik heb hier een compilation van dus de laatste twee volledige potjes volgens mij. Of in ieder geval het laatste gedeelte van de sessie. Dus hopelijk vind je het leuk. En ja, dan zie ik jullie bij die matches, jongens. Oké, I'm back. God damn it. Fatsoenlijk niet. Je moet een mortier hebben. Mortier. Wacht, waarom hangt hier een stukje touw helemaal hier naar beneden? Ja, we hadden het naar beneden gebouwd, maar. Oké. Als er nog kwam langs en die hoorde het per se. Oh boy. Oh wow, heel dat ding is echt flink aan het weggaan. Maar ja, ik zie dat ze inderdaad een hele laser hebben daar. Wow. Hebben we niet? Ja, ze hebben rockets en ja, oké. Je hebt zeg maar dat onderste kleine eilandje en daarop staat zo'n machine. Mm-hmm. Als we die band nou heel hard zetten, dan gooien we die stenen op en voort. Oh ja, nice. Dat werkt wel. Oké, nou jongens, wat we gaan doen is. We hebben een sniper, we hebben geen sniper hier, hè? Zet hier eerst een sniper neer. Ja, weapons, sniper, waar moeten we hem neerzetten? Hier zo beneden, bij de. Helemaal van onderaan. Oké. Okay. Wacht, jullie hebben wel geraakt ofzo? Ja. Kijk wat hun nou wel hebben, jongen. Ja, echt niet normaal. Maar we moeten een workbench, een workshop maken. Ja, oh, we hebben nog geen workshop. Nee, die hebben we wel, we hebben ze al bij. Nee, mortier. Oké, nou, sniper is af, dus probeer nu die rockets te launchen. Dus je klikt op die rockets vannacht heen. Ja. Maar die kon niet om die bergen. Oh, wow, dat doet die laser dus. Ja, en daar, waar moet ik heen dan? Wow. Oké, ja, recht op hun laser. Waar laser is. Ja, dit ik heb. Hij gaat, het punt is, hij gaat wel dit rammen. Hij gaat. Maar hey, dat maakt niet uit. Als dat ding uiteindelijk weg is, kunnen we er helemaal door. Oké, maar ja, fix dat. Dus gewoon dat blijven doen. Dus elke keer als je ziet dat ding klaar is, weer schieten. Moeten we een workshop? Oh, de workshop kan nog niet. Huh? Nee, we hebben een workshop. We hebben een workshop en we hebben een dingen. Oh. Kijk maar onder onze core. Kunnen we dan geen raket maken? Omdat we geen plek hebben. Nee, we hebben er geen plek voor. Nee. Oké, maar let op wanneer je weer de rocket kan doen. En dan elke keer schieten wanneer die available is. Wat je misschien kan doen is helemaal van achter naar dat kleine bovenste eilandje bouwen. Probeer dat te doen. Ja, kijken we niet. Want dan kunnen we daar zo ook een raket op zetten en dan hebben we twee rockets. Hoe stroom hebben we nodig? Oh, ja, we hebben veel nodig. Probeer anders een batterij neer te zetten. Ja. Of dan maar ergens in de base of zo. Oh god, oké. Okay. Ja, probeer dat een beetje bij te houden inderdaad, Kaas. Okay, doe niet lang meer. Oké, daar gaat het. Oké, okay, nice. Oh. Oké, okay. Oh. We kunnen er al bijna over. Ja. Oh, daar komt de mortier. Oh, fix it. Kaas, probeer zo'n machine gun daar beneden neer te zetten. Ja? Ja. Oké, okay, ja, probeer er heen te bouwen. Gewoon naar boven. En probeer ondersteuning te doen van onder.
Ja, ja, gewoon erop zetten. Zet natuurlijk niet te veel bouwen. Ja, oké, okay, dat klopt. Dan gaat hij over die mortier heen, denk ik. Ja. Of over die missiles. Oh, nee, dat maakt niet uit. Oh, wacht, dat bedoel je. Nee. Hij heeft gewoon genoeg dingen. Hij zit hier in een gat, zeg maar. Ja. Want we schieten toch nooit naar achter. Ja, en nu kan je hem connecten, vanaf dat punt al. Ja. Oké, sweet. Oké, Even sterker maken. Ja, maak het maar even sterker. En probeer dan een missile daar te zetten, daarboven. Ja. Dus op dat eilandje. Missile, ja. Moet ik even wachten tot er 700 dingen... Ja, nee, dat is goed. Oh, en probeer de ding ook te launchen. De missile. Oh, ja. Degene die wil hebben. Dus launch je meer net zoals in de ND. Gewoon recht vooruit. En hopelijk gaan die erover nu. Ik heb nog niet genoeg stroom. Oh ja, dan moet je afwachten. Dat kost best veel. Ik weet niet hoeveel precies. Oh god! Wat? Ze willen ons deconnecten daarom. Ja, dus blijf het fixen. Oh mijn god, het is zo close. Oké, fix het jongens, fix het. Ja, nice. Oh god. Ja, doe meer. Nice. Oké, nu kan je doen. Oké, ja, doe. Hier recht naar voren. Ja, daar, doe het zo hoog mogelijk. Ja, daar, go. Oké, hopelijk lukt het. Let's go, let's see. Come up. Nope. Wacht. Oké, nog een paar. Nog twee of zo en dan lukt het. Dan lukt het. Dus, okay. Ik was zonde voor het middeneiland, want die hebben helemaal niks fout gedaan of zo. Ja, echt. We zijn er wel weer de dupe van. We zijn zo close, jongen. Een sniper met, bouwen? Van de balk of zo. Ja, probeer een sniper eronder te bouwen. Dan kun je hoger mikken. Dus ja, daar. Ja, perfect. Nice. Moet die andere? Nee, die andere moet blijven staan. Mm-hmm. Nu weer wachten op. Zo. Oh god, als ze met de laser hebben ze geschoten. Fix it. Onze. Nee. Waar hebben ze een laser nu staan? Oh, ze hebben een laser echt heel hoog gezet. Ah, oh, ik kan er zo heen. Oké, wacht. Probeer ook een laser hier helemaal achter te maken. Probeer dit eens. Oh god, dat is wat die heeft. Kun je niet bouwen. Nee, klopt. We hebben ook stroom nodig. Anders bouwen. Probeer een ding te maken. Probeer een windmill te plaatsen. Probeer een windmill zo hoog mogelijk te zetten. Je weet op die dingen hierachter. Zeg maar, van achter het eiland. Probeer er een windmill te zetten voor meer stroom. Achter het eiland? Windmill. Ja, of op dat hout. Dat hout er net van. Ja, daar hebben we nog geen punch voor. Niet? Oh. Nee! Dit van onder. Voor mij gaan we een beetje kapot nu. Nee. Het komt nog goed. We kunnen het nog. We kunnen het nog steeds doen. Ze hebben fucking grote missiles, man. Ja! Nee, het komt goed, rust. Nee, ook goed. Waar moet je hierboven? Ja, daar zijn. Oké. Okay. Nice. Kunnen we niet. Wauw! Echt instant gewoon dat ding, joh. Die laser terwijl we daar binnen op houden plaatsen. Wow. Nou is het klaar, denk ik. Ah. Ja, nee, dit wordt niet meer. Wacht, ik weet iets leuks wat je kan doen. Bouw een sniper hierachter. En richt een nieuw kopje op onszelf, op onze base. Doe dat. We gaan uit tussen poeken, jongens. Kom op. Ja, oké. Okay. En als die klaar is, mik op onze core en use die raket. Use de nuke. Ja. Oh, god. Ja, nee. Dat is echt kut dat ik echt zo lang weg was, jongen. Ah, oh, fuck. Dus naar beneden helemaal. Iets hoog. Ja, daar. Doe het. Oké, daar gaan we. GG, boys. GG. Hallo. GG. Oh, nee. Oh. Oké, okay. Het mist gewoon vol. Why? Dat kan niet. Dat kan niet op zichzelf. Ah, oh, man, come on. We kunnen niet eens de poeken doen. Ja, wacht. We kunnen. Ja, maak moorden. Ze schieten gewoon op ons eigen ding. We kunnen ook gewoon naar hun toe schieten, nee? Ja. Oh, er is een mine weg. Oh, heel dat middenvlak is weg nu. Wow. Op zich is het wel goed dat ze de. Oké, fix it, boys. Fix onze core. Ik denk dat het gaan ploffen zijn. Of niet? Nope. Leef nog. Oké, okay, wat we dus moeten doen. Is de raket alweer klaar? Zodra de raket klaar is, mik hem vol op hun base. Probeer op hun core te mikken. Dan kunnen we nog winnen. Mik op hun vol op hun base. Mik op hun core. Je weet wat een core is, hè? Ja. Oh, maar daar komt een ding aan. Schiet het neer. Oh! Het miste. Ze miste. Oké, okay, kom op. We hebben een kans. Mik op hun core. Maakt niet uit dat ze zo ver voor staan. Waar zit die dan? Waar zit nee! De sniper is weg. Bouw een nieuwe sniper. Come on. Laten we hopen dat het mist. Oh, nice. Oké, wacht. Kan je? Oké, pak de laser. Schiet met raket op hun core. Go. Doe het. Niet? Nee, ik kan nog niet weinig bouwen.
Oké, probeer. Nou ja, zodra we genoeg power hebben, doe het. GG. Man. Dat had nog gekund, jongen. Als die raket dan daarop was geknald, hadden we het nog kunnen winnen. Oh, wat een lang potje. Ja, een lang potje. Oké, let go. Daar gaan we, jongens. Nu gaan we het echt doen, hè. Die tellen niet, die tellen niet. Dus we gaan echt gewoon, we gaan er vol voor. Oké, we hebben de airbase. Holy shit. Wat zijn dat voor maps de hele tijd? Echt, hè? Oké, nou go. Oké, we zitten weer links. Oké, we hebben nog een machine gun, dus iemand bemannen het. Go. Waar zit de core? Oh, die zit helemaal achterin. Hoe zit een mine helemaal daar? Fuck. Een plek om mines te plaatsen in ieder geval, daar ga ik moeten. Oké, kunnen we hier rockets doen? Ja, we kunnen rockets doen. En ik denk dat het beste. Nee, ik denk dat lasers hier de beste is, maar. Ze bouwen we naar beneden. Ja. Ze gaan naar die andere baas, die ground base. Ja, daar ben ik ook al mee bezig. Ik ben beide kanten op aan het gaan. Oh, hij is gewoon vol die kant al. Oké, probeer hun dingen, hun downwards base een beetje te fucken. Ja. Alleen de ding schiet niet zo heel nauw. Nou, maak je alsje. Oké, ja, oké, we zijn hier zo gekomen, dus ik kan hier mines gaan zetten zo. Hoe gaan we zorgen voor wind eigenlijk? Oh, zijn ding is kapot! Nee joh! Wat? Hun ding is kapot? Ik heb de gun kapot gemaakt. Oh, nice! Sick, oké. Okay. Nee, dan doe ik mijn deur wel dicht, want nou heb ik toch geen zin. Nee, precies. Maar met welke toets doe je dat? Dat je zo'n heel vierkant zet? Dan moet je gewoon de balk vastpakken. Ja. Oh joh. Gaan we verder naar beneden bouwen? Ja, oké, doe maar. Wacht, ik plaats. Oh, wacht, stop even niet bouwen. Heel even wachten. Oké, ik heb een nieuwe factory. Dank je. Maar we hebben wind nodig, en daar ga ik nu ook even voor zorgen dat windpower. Dat is echt een groot issue altijd voor ons. Want er zit heel. Want als we raketten gaan gebruiken, hebben we echt power nodig. Oog op! Ze schieten weer. Ja, ik zie het. Oké, ja. Schiet ik ze nu weer in eentje kapot? Ja! Oh, nice. Oh, geweldig, hè. Okay, die towers zijn ook goed, omdat ze als ze nu schieten, eerst op die towers schieten. Oh, dat er... ik weet niet. Zou kunnen, hoor. Oké, we hebben 94% wind efficiency daarboven. Kijk maar. Maar het punt is, daar gaan ze waarschijnlijk op schieten, dus beschermen. Ik moet wel iets op. Ja. Je moet gewoon beschermen. Oké, there we go. Ik hoop dat dit goed beschermd is. Ik moet zo even kijken hoeveel stroom dat ding nog krijgt dan. Okay, misschien moeten we ook inderdaad één ding naar links gaan. Moet het oh, really? Je kan gewoon helemaal. Oh, je kan helemaal op die muur bouwen. Oh, dat wist ik niet. Oké, okay. Oh wow, we zijn echt wel ver naar beneden. Nice. We zijn echt ver. Ja, we zijn ook heel ver met hun defense al. Oké. Okay. Hopelijk. Oké, het is nog niet genoeg stress al die dingen. Oké, we hebben meer touw nodig. Dat is jouw taak, Robin. Bijna zo close. Eén stuk. Kom op. Swing terug. Wel heel erg. Maar we kunnen het niet vastmaken, hoe kunnen we het niet vastmaken? Ah, ze gaan nu afschermen, ze zijn bang dat ik ze raak. Volgens mij. Oh, ze is zo close, kom op. Wat hun doen is... Ja, we hebben het! We zijn connected. Nice. Oké, ik maak nu... een beetje metaal sterk maken. Ja, ik ben nu bezig met upgrades, zodat we daar meer shit mee kunnen doen. Oké. Ik zorg voor nieuwe metaal dingen, zodat we meer grondstoffen krijgen, sneller. Maar we hebben iets wat stroom nodig? Oké. Als we middels de hout dan komen we de vier. Dan zitten we toch nog steeds op het eiland. Nee, dan komen we er niet meer bij. Dus we moeten dit echt gaan verstevigen als een malle. Maar dat doe ik wel. We doen gewoon zo en we zetten daar shit neer. En dan. Dat komt ons allemaal. Ja. Oké, dan ga ik die kant op. Ja, blijf dat echt gewoon repairen. We zijn echt zo erg aan het naaien. We gaan schieten de deur dicht. Wauw, oké, blijf repairen. En dan ik probeer alles van langzaam van staal te maken van dat hele ding. Oké, we hebben 5 factories, Do. Hoeveel hebben we er? Oh. Zo, dan hebben we 4. 4 of 5 trouwens, ik weet niet. Misschien hebben ze... Ja, ze hebben ook al 5, shit. Oké. Ze hebben ons geraakt, maar we zijn weer heel. Die moet zo zijn voor meer wind. Nee, ze hebben records. Oh, records, wauw. Ze hebben sniper voor mij. Sniper. Oké. Maar sniper kan nu nog niet veel doen. Hetgeen waar ik bang voor ben zijn uiteindelijk de mortars, dus we moeten dit echt flink verbeteren. Oké, okay, we kunnen bijna voor de raketten gaan. Oh, wacht, we moeten meer dingen hebben. Shit, dat vergeet ik altijd. We moeten meer opslag hebben van al die dingen. Dus meer stroomopslag. Hij is kapot. Hun ding is kapot? Eentje is kapot. Oké. Okay. Oeh, dat gaat wel heel erg bij. Ja. Oké, okay, ik heb alweer touw gedaan aan het bovenste gedeelte, dus we hebben best wel een goede stroom toevoer, dus dat is super nice. Weapons, even wachten tot we 700 hebben. Oké, okay, onze resource en onze stroom gaan echt goed nu. Ja.
Oké, eerste rocket dinger komt eraan. Ik ga een sniper nest maken. Misschien is het metaal inderdaad. Misschien ook deze voorste nog even van metaal maken. Deze steunbalk. Ja, oh ja, dat ga ik sowieso doen. Mm-hmm. Oké, daar ga ik. En ook de top een beetje. Ja, en vooral hier al dit. Ja, ik ga gewoon nog iets hoger doen hier. En dan wordt dit ook van. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dus we hebben dit hier. Dit wordt van. Hoe replace je eigenlijk dingen? Kan dat niet? Ja, recht een mesknop erop doen. En dan kan je het replacen. Kijk, ik ben nu heel. Ik ben niet echt een gat aan het maken. En dit wordt deur. Oh ja. Oké, okay, nou een sniper nest. En dan kunnen we nu. En dan als we eenmaal een raket hebben, dan blazen we hun middelste gedeelte op. Ja, dan hebben ze echt een probleem. Uh-huh, ja, dan zijn ze echt fucked. Want dan kunnen ze heel dat onderste gedeelte niet doen. Daar ga ik dus echt voor. Oké, okay, we zijn bijna klaar. We hebben genoeg stroom ervoor. Ja. Dus dat zou het probleem moeten zijn. Ze kunnen meteen launchen. Oh, sniper. Shit, we hebben natuurlijk een sniper nodig dan. Ook wel slim dan hier sniper zetten. We moeten echt voorlopen, want als hun zo'n ding hebben, zijn we echt fucked, jongen. Ja, daarom. Ja. Maar ik denk wel dat het eerst zijn, want ik zie. Hun hebben nog geen sniper. Ze hebben wel een mortar nu daar beneden staan. Dus je moet. Ze moeten wat meer steel. Sniper bijna klaar. Oké, daar gaan we, boys. Here we go. Daar komt de raket. Van hun ook. Ja, dat. Oh, what the fuck? What the fuck was dat? Oké, we gaan de raket in ieder geval. Kom op. Damn, het was niet genoeg. Oké, maar waarom raakten ze onze eigen dingen? Wat de hel was dat? Dat was mooi. Hoezo randen we dit? Dat is bullshit. Oké, ik zet een tweede rocket launcher naast en dan gaan we dit even fixen. Oh, stiekem echt heel grappig. Ja, het was ook wel grappig. Fuck, maar kom op. Oké, fix het, repair. Plus. Ja, één ding is kapot, ik weet niet wat het was, die andere ook. Oh. Ze hadden net twee nieuwe dingen gezet. Oké, ik ga er weer voor. Oh god, nee, ik vertrouw het niet. Oké, ik moet heel dit even verwijderen, heel dit stuk, want anders dan. Dan gaan we gewoon tegenkomen, dat weet ik nu al. Dan gaat hij weer tegen landen anders. Oh, onze bovenkant. Ja, nee, dan moest... hebben echt geen zin gewoon. Schiet ik daar een tijd stuk. Ja. Okay, we gaan ervoor. Oké, raak alsjeblieft niet. Oh, fik de bovenkant, boys. Oké, raak het alsjeblieft niet weer aan. Oké, nu is het beter. Go. Oké, blijf doorgaan. Ik ga voor de nuke. Kan er niet. Oh, we hebben nog niet dat ding gebouwd. Ik ga er nu voor. Oh, die middelste dan. Nee. Oh god! Blijf fixen, blijf voor. Oh, nee! Oké, okay, nice. Maar ik ga voor de nuke zo meteen, boys. Wacht, ik kan dubbel doen. Ze krijgen een dubbel raket. Ze krijgen een hele lading raketten nu. Succes, jongens! Succes met die raketten! Oh, dat gaat allemaal zo hoog. Het is helemaal zo hoog. Waarom gaat het zo hoog? Het is zo. Oké, okay, er komt meer aan. Het onderste stuk af. Oké, fix het. Oké. Alleen dat onderste stuk moet. Ik wil gaan upgraden. Hoe ver is dat ding nou al? Ah, hij is bijna klaar. Kom op. Oké. Ik maak twee nukes nu. Oké, het duurt nog even. Oké, fix het. Oh, we hebben stroom nodig. Oké, we hebben weer geen weinig stroom, dus daar ga ik nu weer voor zorgen. Waar zit dat ding dan van nu? Oh, nee. Ze gaan onze aanvallen op de tech. Oké, ja. Komt goed. Fix het. Ja, inderdaad, zo'n beetje. Maar ze zien toch niet dat wij daar twee van die kanonnen hebben? Jawel, dat zien ze dus. We zijn erop bezig. Maar als die twee dingen klaar zijn, kunnen we heel hun shit opblazen. Dat is dus waar we voor gaan. Oké, dit ding moet weg. Dat moet dingen worden. Oké, there we go. Oké, we moeten dit even verstevigen. We moeten meer staal hier hebben. De nukes zijn klaar. Oké, daar gaan we. Ja. Wat nu? Oh, hier nog stroom natuurlijk. Shite! Ah, dat stroom is zo irritant. Oké, ik ga nu met dat stroom zorgen. Ik kan niks uitgeven, gewoon. Het kost nogal wat stroom. Ja, dan gaat hij straks wel weer stuk. Repareren? Nee. Ik ga een heel dun dingetje doen. Hopelijk. Dan zien ze het niet, omdat het gewoon zo dun is. Oh god. Ja. Twee mortieren. En een wilde botje raket. Oh nee. Oh je meer. Woe! Ja? Oh nice jongens. Nice. Oké. Nog een ding. Oh, okay, fix het. Ja. Maar ons power is nou nog weer op. Ja, ons power gaat nu weer goed. Ons power is weer naar boven aan het gaan. Oké, we hebben nu dat ding running. Dus nu gaan we. Gaat goed. Okay, blijven gaan. Oh, ze gaan weer. Oh nee. We hebben heel wat hout hier nu staan. Nice. Oké, hou het.
Fix it, fix it, fix it, staal. Oh god, fix it. Oké, okay, staal, er komt staal, er komt staal. Oké, okay, ik ga alles hier van staal maken, echt. Dit is zo... Dit is echt het belangrijkste punt van de hele... Blijven repareren. Repareren. Waarom maken we niet een dubbele laag? Ja, daar ben ik mee bezig, maar ze mollen steeds. Ja. We hebben echt stroom nodig, jongens, maar we hebben dus dingen ook zo hard nodig voor dingen... Oh fuck, ze zijn bezig op onze sniper. Op onze sniper. Ik repareer mijn kalkers die bovenste... Maar we hebben geen power genoeg. Nee, dat is dus het punt. Hoezo? Oh, door de constante repairing? Ja, nee. Oh my god. Nee, wacht! Vanwege die touwen! Die touwen zijn fucking MVP. Die touwen doen het hem. Ja? Ja. Maar we hebben echt stroom daarvoor nodig, dat is zo kut. Ze komen weer met rockets. Oh nee, dit gaat nooit goed. We hebben echt een zwak punt daar ook. Ja, zolang we het maar kunnen fixen. Nee, dat kan het niet. Nee. Metaal. Dat touw! Oh boy. Dit is zo fucking... Wil je niet beschermen die T-modus? Blijven fixen, blijf gewoon de fixen die dingen. Uiteindelijk hebben we meer dan genoeg stroom, jongens. Zolang hun maar met ons stroom niet downhalen, dan is het goed. Dat is zeg maar waar ik bang voor ben. Touwen! Touw down. 100%, 100%. Oké, we hebben veel stroom nu binnen, dus... We moeten aanvallen. Ik heb die machine niet geweest. Oké, okay, we krijgen nu stroom binnen, boys. We krijgen nu stroom binnen. Oh fuck, oké! Okay. Ja, okay. Ze hadden dus al nukes. Waar hebben hun een stroom staan? Hoe krijgen hun fucking stroom? Ik heb geen idee hoe hun aan alle stroom komen, serieus. What the fuck? Nu lost. Nee, helemaal niet. Blijven bouwen, go. Oh, er komen twee dingen aan. Ja. Yeah. Oh, wow. Fuck dit, oké, okay, nope. Maar ik snap echt niet hoe hun zoveel stroom hebben. What the fuck? Ja, er staat niks. Ik heb het al. Ja, het staat hieronder, maar ik snap niet waarom het... Oh, wacht. Wauw, serieus. Werkt het gewoon? Oh no god, ik wist niet dat het werkte. Oké. Okay. Wat werkte? Je kan blijkbaar gewoon hier aan de achterkant zetten. Ja. Je moet een dynamo aan de motor koppelen. Oh, ze hebben fucking veel windmolens gewoon. Ze hebben hier allemaal van onder hebben ze windmolens zitten. Ze zitten... Aan de achterkant zijn ze aan het harvesten. Ik wist niet dat dat kon, dus dat was een grote fout. Ze proberen nu onze laatste windmolen weg te krijgen. Oh nee! Blijf reppen, blijf reppen, dus dat komt goed. We hebben nu best wel goede stroomdingen, want ik ben nu ook heel de achterkant aan het volzetten met stroom shit. Oké, okay, we hebben nu echt een flinke stroomtoevoer, dus dat is nice, jongens. Dus als we nu weer die dingen terug kunnen krijgen, dan ben ik goed. Ja. Ah, nog een windmolen down. Ja, maar we hebben nieuwe windmolens, helemaal beneden. Beneden staan heel veel nu. Ik moet echt veel metaal, dit moet echt... Dubbele, ah! Fix it. Kom op. Nee, waarom hebben we zo weinig metaal nu? Oh, omdat al die fucking reps, zeg maar. Even niks plaatsen alsjeblieft, want hier moet echt... Ja. We zijn echt de lul. Maar ze hebben nu van die fucking... Oh, die touwen. Oh nee! Kom on, nou. Nog steeds moet één metaal komen. Oké, nope, en dan gaat dingen. Wee. Bye. Oké, okay, weet je wat? We gaan voor lasers. Anders dan hebben we echt geen kans. Oké, okay. 800 resources hebben we nodig. Dus probeer even te sparen. Oh, we moeten echt die dingen hebben voor de lasers. Voor de cannons en daarna de lasers. En waar gaan we die zetten? Ergens hier ongeveer van onder, maar ook niet helemaal van onder. Of nee, hier zo ga ik die zetten. Kan door. Ebbes, oké, okay, het wordt gemaakt. Kunnen we nu dit doen? Gaan we nu dit even afmaken? Ja, maak me af, go. Komt er een nuke aan? Ja, wij zijn nu redelijk. Hij mist volledig. We zijn nu redelijk voorbereid. Kijk, we hebben een dubbele laag. Ja, oké, okay, nice, sweet. Oké, okay, hierboven ga ik zo meteen dingen maken. Hoeveel kost een cannon? Oh, cannon kost zoveel. Wat de hel doet dat ding dan? Ja, ik heb op zijn sterren geklikt. Ik weet eigenlijk niet wat het doet. Oh, dat zorgt dat we sneller kunnen repareren volgens mij. Is dat? Ja, volgens mij. Oké, okay, dus... Nou, dat is goed om te onthouden. Ja, dat weet ik. Ja. Ik heb wel die sterren doen. Oké, okay, de ding is net over de helft aan het gaan. Ja, die repareert heel snel. Zo, we hebben nou best een beschermlaag. Ja, oké. Okay, nou, dit is fucking overpowered, joh. Dat is echt fucking goed hier. Oké. Okay. Dat is echt nice. Wauw, ja. De comeback. Comeback, jongens. Kom op. Moet je sparen of niet? Wat? Ja, we moeten weer sparen.
van de Albert Heijn. Oké, maar anders dan ga ik niet verder met de muur nu, want het beest is toch beschermd. Ik doe nog even dit. Ik plaats nog even extra stroom hierachter. Is er eigenlijk wel wind zo in onze basis? Ja, er is wind, want alles heeft 30% over, maar dat is goed genoeg. Als we heel veel zetten, is het goed. En we hebben best veel. Oké, dit voorste ding heeft nu geen stroom meer alleen, maar het zal. Ik bedoel, kijk maar, we hebben plus 120 stroom, dus dat is echt nice. 130. Ja, daarom, we zitten op max. Oké, nu moeten we sparen, dus even niks doen. Ik heb 1000 metaal nodig. 1000? Oké. Yep. Dan hebben we een laser. Dat hebben, die hebben hun nog niet. En dan kunnen we daarmee proberen door de dingen heen te knallen, zodat hun nukes weg zijn. Daar ga ik dus voor. Kom op, bijna 900. Come on. Ja. Oké, dus daar is het. Right there. Nukes, fix it. Nice. Ah, we hebben het wel laag. Ja. Maar klik op, ja, inderdaad. Ja. Nice. Oké, dat is echt zo goed. Oké, we hebben wat meer metaal nodig voor dit stuk zo. Te fixen. Nou, dan hebben we maar zodra de plasma cannon af is, dan kan ik daarmee schieten. En ik schiet dan, hoe heet het? Ik schiet dan hun dingen kapot, ja, zodat ze geen nukes meer hebben. Daar ga ik voor. Ze hebben wel. We hebben een mooiere basis. Ja, precies. Zeker. Mm-hmm. Nee, maar het is echt heel stevig. Wij hebben echt een overpower basis. Ja, maar we waren zo close tot dood en nu zijn we nog. Nu hebben we echt een kans. Ja. Er komen twee nukes aan. Twee nukes. Ja, dat maakt niet uit. Nou, twee nukes. Oké, is de ster klaar? Is die ster ready? Nee, helemaal niet. Ah, dat kan is nog. Nee, jawel, nu wel. Oké, okay. Het ding is nog gefixt. Het ding is nog heel. Oh nee! Oh wauw, ze wisten dat daar een plasma ding zat. Wauw, fuck wisten ze dat? Bullshit dat ze dat wisten. Come on. Ik ben wel benieuwd hoe hun call gaat. Ja, echt, dat is helemaal hectisch. Oh, we hebben de plasma cannon! Helemaal zoiets of zo. Ik zie wel voor me dat. Oh, heel een bo. Oké, heel de bovenkant is nu losgekoppeld. Ja, je merkt het meteen, productie is echt helemaal weg. Oké, het is terug. Met twee simpele houten dingetjes, het is terug. Nou, ze komen weer met een nuke hoor. Ja, ze komen met een nuke hier boven. Ja, heel dit ding gaat worden opgelast, heel die bovenkant. Oh nee. Ja. We hebben touw nodig, een touw! Waarom kan ik het niet vastmaken? Oh, we hebben 200 metal. Fuck dit, jongen. Oh, nee. Komt weer een keer een nuke, hoor. En nog een nuke. Nou, bam. De linkerkant van onze base is een beetje de linkerkant van de VS. Hadden we zo'n grote basis, zo sterk. Het was niet sterk. Ons hele ding naar beneden was te zwak. Maar die van hun is ook niet sterk. Maar dan zijn ze nu helemaal aan het fortifyen, dus ja. Inderdaad. We hebben ijzer nodig om naar ijzer te kunnen komen, dus ja. En daar komt waarschijnlijk weer een nuke aan ofzo. En dan gaat meteen al alles ijzer wat we hadden gaat weg. Dus echt. Dat wordt hem zo niet, joh. Het is over. Ja. Hey, ik ga bij hun team. Ja, hey. God. Wou ik eigenlijk van het begin al. Oké, nou, we kijken wel even. Kom op. Een mooi geplaatst nukeje, jongens. Kom op. Ja. En nog één. Come on. Je kent het. Ja, hoor. Destroy. Ik zie, en daar gaat de hele onderkant eraf. Hey, laser. Oh, nice. Kom op, blaas ons nou eens op, jongens. Kom op, blaas ons nee, niet. Nee, echt niet. Dat moeten we zelf doen. Zelf, hoor. Kom op. Oké, okay, daar gaat het. Yay! Oh, nah, dat is hun dan met een nuke. Ja, jammer. jammer weer. Wat jammer dit. Ja. Hallo! Jullie waren echt zo close om jullie nukes te verliezen, jongen. Echt. Echt. Hoe de fuck wisten jullie dat die laser daarboven zat? Echt fucking Christ. Dat zat een laser boven? Wacht, er zat een laser boven? Oh, come on! Oh, ze hebben het niet eens door. Jullie hadden echt zo lang bij jullie struggelen om die bridge van ons te mollen, jongen. Dat is echt mooi. Ja. Constant en echt. Volgens mij zat Robin constant erop te repairen, heel de tijd. En in het begin ging je even rijden. Nou, maar ik denk dat het grootste ding was: op een gegeven moment, met toen wij onze raket hadden voor jullie, we hadden echt bijna geen stroom, dus we konden bijna niet voeren. Dat was ons probleem. Oh, daar zo. Ja, dus daarboven zat hij. En we waren lekker bezig, en opeens 1, 2 nukes. Wie was jullie commander trouwens? En. Kijk, nee, oh nee, die eerste overleefden we zelfs. Die eerste overleefden we net. Dus die eerste nukes overleefden we. Dus hij was op de helft nu.
En jullie hadden net je nukes gevuurd, dus we waren even, yes! Oh ja, ja, ik zie het. En we hadden zeeën van stroom, maar kijk maar naar al die dingen, die turbines van onderweg bij ons. Hij overleefde het net. We waren aan het repairen, dus we zaten nu op 2/3. En toen kwam er weer een fucking rocket. En nu blies je die laser op. Ja, we zijn echt loner hier, hè. Tim mikte daarop, op dat stuk, ja. Als hij dat niet had gedaan, dan waren jullie je nukes kwijt, dan hadden we waarschijnlijk kunnen winnen. Maar, dat was echt zo nice. Wij waren eigenlijk aan het juichen omdat we jullie... Omdat jullie resources daar van boven hadden gehaald, maar dus dat is een laser. Ja. Oh, dat is toch mooier. Ja, damn, man. Ja, ik schoot toch zo vaak die nukes en mortars kapot, dat is geweldig. Ja, maar kijk dan, die touwen waren constant in de fik, joh. Dat was ook echt zo. We hadden echt op een gegeven moment een dubbele kansen er laag om ons, ons ding in en nog kwamen we er doorheen. Oh, dat ging niet omdat ik erin zat. Oh. Ja. Oké. Ik heb geen idee hoe dit zit. Hebben we nu allemaal een base? Ik kan wel nog. Oké, ik kan die. Waarom hebben we 4 reactoren? Nee, ik heb die achterste. Ik ben rechtsonder. Oké, en ik ben rechtsboven. Nou ja, rechtsonder, maar dan de bovenkant. Zeg maar, die gewoon bovenop die heuvel. Oké, check. We zijn er nu tenminste achter. Nou, let's go. Oké, wat is de tactic, Tim? Niet doodgaan. Oké, nice. Want voor mij ben je dan fucked op dit punt. Redelijk. Oh, maar je kunt het dus ook pesten voor de rest, of wat? Oké, ik ga helemaal naar daar bouwen, zodat ik meer wind kan doen. Voor mij zijn onze resources ook niet gedeeld nu. Nee. Dat is wel fijn. Ja, inderdaad. Oké, ik weet niet of raketten gaat werken bij mij trouwens nu, dus ik ga niet voor raketten. Nee, ik ga voor de laser, dan ga ik zo snel mogelijk naartoe. Wat ik trouwens echt vorig potje en mazzel met die miniguns. Ja. Af en toe kwam hij er net tussendoor. Ja, we waren echt tot juichen hoor. Dan dacht ik van, ja, we hebben hem weer! Ik ga een hele rechte muur maken naar boven denk ik. Ik denk dat dat mijn tactic wordt. Zeg maar, en dan helemaal, en probeer te connecten met de bovenkant ergens. Ik weet niet of ik aan jou kan connecten, Kaas. Ik denk het niet, maar... Ja, ga voor mij bouwen. Ik ga ze bij mij niet komen. Oké, nou. Kunnen er al wat snipers? We zijn allemaal stil. Ja, focus joh. Hold your fire. Oké, ik ben een sniper aan het neerzetten. Op een plek waarbij ik iedereen kan raken. Iedereen? Doe ik het een beetje goed? Ja, ik kan ook jou raken, Tim. Oh hey, we kunnen niet connecten, het is duidelijk, oké. Het hangt er zo los. Ja. Ja. Nou oké, we hebben een connection. We hebben een connection. Is goed genoeg voor mij. Kunnen we elkaar heen bouwen? Ja, we kunnen elkaar heen bouwen, want ik ben door. Oké, heeft wind ook effect op elkaar? Oh, dat is een goeie. Kaas, kun jij kijken of de wind van de rechterkant komt? Oh god, het begint hier nogal heel zwaar te worden, dus ik kan niet veel hoger meer. Mijn muur kan niet meer hoger, want dan begeeft het hier beneden. Hoe connect je met de vloer eigenlijk? Soms lukt het en anders niet. Alleen maar op waar je mijnen kan plaatsen, kan het. En touwen kunnen altijd. Oh, touwen kunnen altijd, oké, dat is een goede. Oh, exact, telkens als ik... Oké, die dingen komen er niet. Wat? What the fuck, je schiet op me! Wat? What the fuck? Hoe schoot ik op je, wat? Met die minigun van je. Oh, wow. Vriend. Nee, maar... Probeer ik niet. I don't know. Nee, maar dat doet hij automatisch vanwege die mortars, I guess. Wauw, dat is dan een fucking goed ding. Gewoon mortars schieten zodat ik op jou schiet. What the fuck. Oké, ik ben bezig met mijn lasers. Mijn laserslingetje. Dus ik kan binnenkort lasers gaan maken. Plasma's. Ja, ik ben bang dat we er ook wel in de buurt zijn. Oh, poep. Nice. Oh, poep. Wat? Hè? Iemand werd 2 motors weggeschoten. Ja, dat was ik, ja. Oh, wow. Nice man. Oké. Okay. Mijn laser staat klaar. Ik weet niet of het dit nodig is. Oké. Weapon. Oké, ik ben bezig met plasma laser nu. Nice. Oh, ik plas hem wel een beetje te hoog. Ik plas hem wel gewoon een tweede eronder. Het is goed. Oké, maar waar moet ik mijn laser op mikken? Ik zit te denken om gewoon dat ene ding van hen. Dat is voor mij een shit. Een hele lading. Laser trouwens. Wat? Oh, de bovenste. Bovenste deur. En dan de onderste komt er ook een straks. Als ik mijn ding heb. Oké, careful. Oké, ik ben op 2/3 van mijn plasma laser. Hoeveel stroom gebruikt zo'n plasma laser? Veel. Oké, ja, ik heb heel veel stroom denk ik nu. 3-3-3-3. Oké, nice. Dan kan ik dus 3 keer schieten met wat ik nu heb van batterijen en shit. Dat is goed genoeg denk ik.
Oké, maar de ding is af, de laser is af. Oké, ik ga schieten. Nice. Oké, eens kijken. Ik wil daarop schieten. Hoe werkt het? Oké, zo. Oké, go. Nice. Oh. Oh, wat? Een beetje hoog. Ja, een beetje hoger ga ik doen. Maar dus dat brandt tenminste. Oké. Okay. En die heeft hij niet door. Hij heeft niet door. Oké, laat maar zitten. Dat is vast niks bijzonders. De sniper is down. Oh, de sniper werd hij net geraakt. Waarom doet hij er niks aan? Fuck. Fucking genius. De halve beest is afgebrand. En hij is aan het bouwen. Oké, ik schiet net wel hoger. Was... Onze kant is veilig, toch? Dan is dat zijn beest. Ja, ja, joh! Yo! Oh, yo hoor, yo hoor. Oh. Wie deed dat? Oh, dat was mijn laser. Ik heb twee lasers, mijn twee lasers bijna klaar en ik ben de derde aan het maken. Oké, dit gaat niet. Oké, dit gaat duidelijk niet. Oké, ik heb een cannon. Nice. Oké, mijn cannon kan weer schieten. Waar gaan we schieten? Op de bovenste? Gaan we het bovenste proberen net te halen? Doe maar. Ah, shit, te hoog. Net te hoog. Oké. Oh, een raket. Op zijn eigen basis natuurlijk. Wat? Oh yes. Ja nee, dat werkt niet. Dat werkt niet hier. Oh nice. Oh, was dat van Kenneth? Oh, dat was echt was echt op Tim. Oh! Oh Tim, wat? Wat gebeurde daar? Inderdaad, wat gebeurde daar? Oh, was dat van Kenneth? Oh, dat was echt op Tim. Oh! Dubbel laser tijd. Oh. Oh wat? Overdrive, overdrive, go, go, go. Oh, iedereen krijgt een overdrive. Echt waar? Oh, wow. Oké. Ik heb drie lasers tegelijkertijd. Oké, kom op, mis nou eens niet. Drie lasers is niet handig. Eén voor één. Stroom hebben. Nee, ik ga één voor één. 9000 stroom hebben dan, Delano. Ja, heb ik. Heb ik, ik ga ervoor. Nee, 10.000 dan toch? Ja, sorry. Oké. Kom op, Mac, raak, come on. Oh, come on, de rechte is door. Daar ging 10.000 stroom. Oh, god. Oh, ze hebben allemaal stroom daar gezet. Wow, wie is kapot? Die erboven. De bovenkant. Nee, die erboven hing. Ja. Oh. Oh, maar ze hebben allemaal stroom. Hoe de fuck ga je daar dan door? Met cannons? Ja, je cannons. Probeer anders eerst op de onderste beest te richten. Ja. De middelste, die schiet kanonnen. Oh, god, nee! Nee! No way! Rip Delano. Nog, hè? Van wie was die? Oh mijn god. Die hoe krachtig ik op dingen schiet, joh. Wat? Robin heeft niet eens upgrades gemaakt. Ik zit maar gewoon zo. Robin is een fucking FVP, Robin gaat winnen hier. What the hell was dat? Oké, maar die fucking energy shields waren echt gewoon van, ja, kan ik niet door. Ah, dammit jongens, nou, kom op Klaas, je kan het. I believe you. Ik ben een beetje in Luxemburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Overdag stond. Valt ondertussen nog wat hout naar beneden ofzo? Oké. Echt? Waarom duurt het zo lang met het opnieuw schieten? Ik weet wel zeker waar Remco zit ofzo, maar. Oké. Okay. Oh! Oké. Okay. Daar gaat je naast een dingen. Ik krijg momenteel een tip. Hey, je kan shields gebruiken voor lasers. Doe deflect hem! Mm-hmm. Oh, no way. Door die plasma ding. Zo lang? I don't know! Oh joh, okay. Oh ja. Robin, fix je. Fix je core. Fix je core. Ah, komt goed, joh. Hij heeft geen resources meer trouwens. Oh ja, hij heeft helemaal niks. Hij krijgt geen metaal meer binnen. Connect naar boven. Connect naar boven. Ja, connect dit boven. Sorry. Dit bovenstinkje. Waarom zou ik? Yes, dan heb je weer stroom. Dan ben ik nog op wat. Kijk die connectie. Helemaal zo. Ja, oké. Yes, je hebt geen resources, Robin. Go. Ja, repair dan. Oké. Nice. Well. Still hanging on! Still hanging on! Oh nee. Oh, wat de fuck was dat? Wat de fuck was dat? Het heeft zo lang, wat de fuck? Ja, wat best. Oh, wel hier! Ik kan je een overdrive geven. Nee, go! Overdrive, go mate! Oh ja. Oké. Ja, maar dat is geen repair bait nu, hè? Oh nee, fuck. Nee, dan kan hij sneller bouwen. En lasertje! Wow. Op het graf van Kingo. Ja, op mijn graf. Op het graf van Kingo. Jezus, Remco is undefeated, man. What the fuck? GG. Remco, fucking undefeated, mate. Wat? GG. Was jij die daar bovenaan?
Remco. Ik zat helemaal onderaan. Wie zat dan naar boven? Ik zat boven. Fucking Ben, die kutdingen van je, jongen! Oh, met al mijn lasers. En wie schoot in één klap al mijn lasers dood? Wie de fuck was dat? Het was echt in het begin opeens van boom. Ik hoorde opeens de reactor kapot. Oh, die laser was mooi, jongen. Oef. Die heeft mij kapot geschoten. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat was... Dat was Michael. Dat was Michael. Okay. Dat was ik. Nee, maar op mijn dingen. Ik had in die toren stonden 3 fucking lasers. En echt 1 klap aan de onderkant van de toren en dan ging die zo. Oh, ja, maar Tim, was één schot van de kanon, hè? Die was weg. Ja, gewoon één schot van de kanon. Ja. Ja, maar ik denk dat het gewoon de perfecte kettingreactie was of zo. Oh ja, die turret zorgde voor die kettingreactie. Want die viel op zo'n mijn. Die mijn die explodeerde, waardoor heel dat ding explodeerde. Oh, je meen je. Oh mijn god. Wie was die achter Tim? Dat was ik. Oh, lol. Ja, want ik had echt 1 kogel en je was in 1 keer poef weg. Ja, nee, het was je had 1 kogel op mij geschoten. En op een of andere reden, ik weet niet hoe je het deed, maar je knalde precies mijn support van mijn toren weg. Mijn hele torenketten keldert om. En omdat er zoveel... Er zat vol met batterijen, die toren. Dus ja, daar ging mijn hele beest.